hebben dan samen al heel veel uren en tijd en overleg in zitten. Wat vind je nou het leukste van het hele project? Persoonlijk vind ik op zondag het registreren van meer camera's bij het hoofdpodium. Dat komt ook vooral omdat mij dat het meeste ligt. Ook is dit wel een van mijn eerdere grote productie zeg maar als projectleider. Dus ik vind het leiden zelf, het aansturen van een team ook wel heel erg leuk. Ik denk dat dat ook wel voor mij echt een leuke ervaring is. Ja, want dit is niet je eerste Cult & Tumult waar je aan meewerkt, toch? Nee, zeker. Ik heb 2 jaar geleden meegedaan met de bouw. Alleen en vorig jaar heb ik ook gedraaid als cameravrouw. Ja. En dan nu stuur je alles aan? Ja. Wat voor functie wil je volgend jaar? Artiest. Op een podium. Nee. En wat ga je dan doen? Wat zijn je kwaliteiten? Een mooi dansje. Okay. Zullen we alvast oefenen daarvoor? Alvast generale repetitie? Nee, je houdt het gewoon onder de pet. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, bedankt. Veel plezier en wij spreken jou vast nog wel. Ja, dankjewel, van hetzelfde. Wanneer begin je hier dan mee? Meestal begin van het jaar. Dus met een beetje oriënteren van wat is leuk om hier op het podium te zetten. En daarna gaan we samen kijken of we daar een mooi programma van kunnen maken. Ja, dus jij mag eigenlijk zelf beslissen wat er op het podium komt? Helaas niet alleen, maar samen komen we altijd wel hopelijk elk jaar weer tot iets moois. Dus. En waar bestaan jouw werkzaamheden dit weekend allemaal uit? Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat backstage te maken heeft. Dus met opvang van artiesten, zorgen dat ze op tijd op het podium staan. Zorgen dat ik een beetje een overzicht heb van goh, wie loopt hier allemaal rond. Een beetje aanspreekpunt voor iedereen. En probeer ik overal een spandienst uit te voeren. Dus ja. Heel variërend. Ja, want nu ook, hè? Want iedere keer, want dan ben ik naar je op zoek en dan staat die aan je te trekken en die en iedereen wil alles weten. Dit achter ons, coördineer je dat ook? Nee, dat coördineer ik niet. Ik schakel ze wel weer in van dit jaar is er Cult & Tumult. Samen met hun maak ik wel een planning. Maar hoe hun dat aan gaan pakken, daar hoef ik gelukkig niet te coördineren, want daar heb ik ook helemaal geen verstand van. Nee, maar dat doen ze al jaren, dus dat doen ze goed als je dat achter ons ziet. Het is niet de eerste keer dat ze daarin klimmen, nee, tenminste. Ja. Hoeveel uur ben jij zo al bezig met zo'n weekend? Ik heb daar niet echt een overzicht van. Het echte werk begint al na de vakantie, want dan worden dingen steeds concreter en moet je de puntjes op de i gaan zetten. Maar hoeveel uur? Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik hou het ook niet echt bij, maar het is wel aardig wat. Ja, precies. Want je doet het ook al een aantal jaar, toch? Ja, ik heb in 2001 hier stage komen lopen. Toen kon ik hier meteen meehelpen. En een kleine 7 jaar geloof ik, mag ik het alleen gaan doen. Ja. En over, hè, jij moet alles coördineren. Ik zie vanuit mijn ooghoeken daar een aantal mensen staan die je nodig hebben. Dus we zullen je snel laten gaan. Ja. En dan veel plezier en we zien je nog wel rondlopen. Ja, dankjewel. Jullie ook veel plezier.